We hebben vandaag onze gastspreker, onze goede vriend, een sterke broer, maar vandaag is hij niet alleen. Vandaag, ik heb hem vandaag gezegd, je ziet er goed uit. Maar ik kan het niet één keer zeggen, ik moet het twee keer zeggen. Ja, hij is met zijn vrouw vandaag. Pastor Erik Drielingen is met zijn vrouw. En zo direct gaat die vrouw ons ook groeten. Van zo'n mooie vrouw wil je ook een groet horen. Laten we gaan staan en pastor Erik en zijn vrouw welkom heten met een applaus. Goedemorgen gemeente. Eindelijk ben ik terug. En ik ben terug in een mooi gebouw. Ik heb zoveel bewondering voor al dat moois dat jullie hier hebben gemaakt voor de Heer. Het is echt bijzonder. Het is altijd fijn om terug te zijn in gemeente De Rots. Ik zie al die mooie mensen, zo mooi gekleed. Gelukkig is het zomer, want minomanga koeren in Nederland. Dus ik ben blij. In Zuid-Afrika is het nu winter. Dus ik ben zo blij dat ik een beetje zon hier zie en een beetje kan lopen zonder mouwen vandaag. Weet u, ik kwam binnenlopen en eigenlijk het enige wat borrelt de laatste dagen in mijn geest is mensen aanmoedigen en mensen erop wijzen dat God ons talent gegeven heeft. God heeft ons allemaal verschillende gaven gegeven. En vaak denken we dat alleen zingen een gave is. Alleen maar dansen een talent is. Maar weet u, er is nog zoveel meer dat God in ons gestopt heeft. En er is zoveel meer dat we nog niet eens van onszelf weten. Ik wil u bemoedigen, gaat u in uw binnenkamer, vraag de Heer, laat hij u tonen. Kijk waarin u goed bent, kijk wat uw talent is. Want weet u, als je weet wat je talent is, kan je daarmee zoveel bereiken in het leven. Er zijn zoveel mensen die het moeilijk hebben vandaag de dag. We wachten allemaal aan het eind, velen van ons, aan het eind van de maand op een salaris van onze werkgever. Maar er is nog zoveel meer dat we kunnen doen. We hebben zoveel creativiteit in ons, maar we weten het niet eens. Vraag de Heer om ons te tonen, toch wat we kunnen doen, om onszelf productiever te maken, om ons leven een beetje aangenamer te maken, om meer vreugde te hebben in het leven. Ik wil u echt aanmoedigen om na te gaan wat uw talenten zijn. Ik weet niet als u erbij was, ik heb begrepen dat mijn man de laatste keer dat hij hier was gesproken heeft, als ik me niet vergis, over multiple streams of income. Dat is echt wat borrelt in mij. We hebben zoveel meer in ons. God heeft ons geschapen als zijn beeld en gelijkenis. Laten we kijken wat er in ons is. En laten we daarmee geld gaan verdienen. Laten we daarmee het koninkrijk van God gaan supporten. Ik wil u aanmoedigen. Gaat u in uw binnenkamer. En gaat u naar waarin ben ik goed. Weet u, ik kan niet dansen en ik kan niet... Ja, ik hou van dansen, maar ik kan misschien niet echt dansen. En ik kan misschien niet echt zingen. Maar weet u, mijn talent is vrijmoedigheid. Ik weet het. God heeft mij dat gegeven. Die gave van vrijmoedigheid. En ik kom overal waar ik wil komen alleen maar met die gave van vrijmoedigheid. Toch, en zo heeft u misschien iets dat u, waarvan u niet eens weet. Als u houdt van veel praten, zoals mijn man houdt van veel praten. Maar dat is zijn talent. En daarom staat hij hier. Daarom kan hij het woord van God brengen. Toch? Dus zo hebben we allemaal. Ik hou ook van veel praten. En daarom gaat hij me zo meteen van het podium afzeggen. Dus, maar daarmee kom ik ver. Ik praat. Ik vraag veel. Ik vraag, want wie niet vraagt, ontvangt niet. Toch? Dus mijn actie voeren. Dus gaat u na. Wat heb ik? Misschien is het tot irritatie van anderen, maar jij kan er geld mee verdienen, toch, als je veel praat. Toch, dus gaat u voor uzelf na. En ik weet dat het u veel beter zal gaan. Ik wens u een gezegende dienst. All right. Amen. God is een goede God. Ik ga het nog eens een keer zeggen, God is een goede God. Het maakt, eigenlijk is uw amen niet eens bepalend. God is en blijft een goede God. En weet u, ik hou ervan om te zeggen, ook al gaat het niet goed.
toch is God goed. My good God. Hij is altijd goed. Hij is zeer te prijzen en zeer te loven. En ik zal de Heer dankbaar zijn als ik slechts 10 mensen kan vinden hier. Die 30 seconden met mij. God kunnen groot maken deze morgen. Hij is de koning der koningen. We praten over de Heer der heerscharen. De Bijbel zegt hij is de blinkende morgenster. Hij is de lelie der vallei. De rots die nimmer wankelt. Hij is de alfa en de omega. Het beginnen en ook is hij het einde. Hij is de eerste en hij is de laatste. We hebben het over ik ben die ik ben. We praten over hij die was, die is en die komen zal. De Bijbel noemt hem de weg, de waarheid. En ook is hij het leven. Come on somebody, bent u moe. We hebben het over hij is de opstanding. Hij is het leven. De Bijbel zegt dat hij is het licht van deze wereld. Hij is het zout van deze aarde. We hebben het over Jehovah Elohim. We hebben het over Jehovah Adonai. Bent u moe? We hebben het over Jehovah Sitkonu. Jehovah Mikadesh. Jehovah Jireh. Come on somebody. Hallelujah. 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 Oh, laat de duivels het horen deze morgen. Laat op de boze machten in de hemelse westen het horen. Deze morgen. Er is geen andere God dan de God van... Laten uw omstandigheden het horen. Laten uw situaties het horen deze morgen. Zend uw lofprijs en uw aanbidding als een proclamatie in de hemelse gewesten. En laten die voor u getuigen. Halleluja. Halleluja. Voordat u gaat zitten, gaat u naar 5 mensen. Maak uw ogen wijd open en laat ze zien dat u wakker en alert bent. Geef ze een high five. Daarna wijst u uw vinger op hun gezicht en zegt u, get ready for something is about to happen. Halleluja. Come on, zoek nog 5 andere mensen op. We zijn profetisch bezig vanmorgen. En doe hetzelfde met ze. Halleluja. 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 Hey. Somebody is about to break loose this morning. Halleluja. Halleluja. Hey. Ah. Is goed om God te prijzen. Amen. De Bijbel zegt, we love offer. Psalm 50. Baan de weg, zegt God. Dat ik hem mijn heil zal doen zien. Amen. Amen. Ook al gaat het niet goed, toch is God goed. Prijs de Heer. Het is mij wederom een waar genoegen om hier te zijn deze morgen. En ik zal u zeggen, ik zie het niet als vanzelfsprekend dat als ik in Nederland ben, dat ik hier in de gemeente kom. Maar ik wil dat u het weet. U mag het weten. U mag het aan uw moeder vertellen. Dat als ik, dat Erik Drielinger trots is om een goede vriend te zijn van apostel Oswald Hart. En zijn lieve vrouw, profet Helga Hart. Amen. Dit zijn en blijven bijzondere mensen voor mij. En... dat contact is er niet alleen wanneer ik naar Nederland kom, maar vraag hem. We zijn op de app, we bellen, we praten, we sharen, we babbelen. En dat doet mij goed. Ik ben de Heer dankbaar. Ik heb niet erg veel vrienden.
Ik heb een paar vrienden. Maar die vrienden die ik heb, die koester ik. En ik wil u laten weten nogmaals, apostel, dat u een plaatsje in mijn hart heeft. U weet het, maar ik wil dat de gemeente dat moet weten. Amen. Amen. Prijs de Heer. En dank u wel voor de opportunity nogmaals en de gelegenheid mij geboden om het volk van God te mogen dienen. En het is mij echt een waar genoegen. En zeker nog omdat ik geloof dat ik een woord van de Heer heb. En ik wil u laten weten, gemeente, ik ben geladen. En als u me de ruimte geeft, dan wil ik het ontladen. Amen. Prijs God. Halleluja. We dienen een goede God. Amen. Ik hou van interactie, dus ik zet u misschien een beetje aan het werk. Maar dat is goed. Dat is goed. Het is niet fair dat ik hier moet staan en lopen en u zit te zitten. Nee. Dus u gaat ook bewegen. Ah, kiesie mooi. Goed zo. Amen. God is goed. Bent u klaar om met mij te duiken in het woord van de Heer? Als u uw Bijbel bij u hebt, wil ik u vragen om met mij op te slaan. 1 Timotheus. 1 Timotheus hoofdstuk 1, vers 18 en vers 19. Bent u er ready voor? Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus. Overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken. Opdat gij u daarnaar richtend de goede strijd strijdt met geloof en met een goed geweten. Omdat sommigen dit hebben verworpen, heeft hun geloof schipbreuk geleden. Deze opdracht vertrouw ik u toe, mijn kind Timotheus. Overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken. Opdat gij u daarnaar richtend de goede strijd strijdt. Vader, we danken u deze morgen. We danken u voor uw tegenwoordigheid. We danken u voor uw Heilige Geest. Waar u bent, daar is er vrede. Waar u bent, daar is er rust. Waar u bent, daar hebt u alles onder controle. Waar u bent, mijn God, Vader, Heere, gebeuren er bijzondere dingen. En deze morgen danken wij u voor uw tegenwoordigheid, Geest van de levende God. Dank u voor elk een die hier aanwezig is, elk individu. Ik dank u, mijn God, Vader, dat u iedereen in uw mind, in uw scope hebt, mijn God, Vader. Heren, ik dank u dat wij allen, niemand uitgezonderd, in uw vizier staan. Heren, en deze morgen is mijn gebed, Vader. Doe naar uw aard. Raak een ieder aan. Ga niemand voorbij. Sta niet toe dat iemand huiswaarts keert op dezelfde wijze zoals zij hier naartoe gekomen zijn. Maar ik bid dat in de naam van Jezus Christus, mijn God, Vader, dat u ons aanraakt. Meet us at the point of our need. In Jezus' naam. Heer, ik bid, doe naar uw aard, mijn God. Rep, genees, heel, bevrijd en verlos. Maar bovenal is mijn gebed, maak mensen blij. Ik dank u voor uw woord. Het openen van uw woord verspreidt licht. En vanmorgen is mijn gebed dat het licht van uw woord verspreid mag worden in de harten en in de levens van uw kinderen. In Jezus Christus naam. En de gemeente zegt amen. Geliefden. Iedereen is geboren met één doel. Iedereen is geboren met één doel. God trouwens is een God van doelen. God is een God van purpose. God is een God van destiny. U hebt mij dat vaker horen verkondigen. God is een God die gelooft in bestemmingen. Hij is zelf een God van een bestemming. Alles wat God doet, doet God met één doel. Alles wat God doet,
doet hij met een speciaal, een specifiek doel, met een speciale purpose. U bent geschapen met een speciaal, specifiek doel. Het maakt in feite niet eens uit hoe u kwam naar deze wereld, hoe u kwam naar deze aarde. Belangrijk is dat u moet begrijpen dat God u heeft geschapen met een speciaal, specifiek doel en u heeft gezonden naar deze aarde. Luister, uw background, uw achtergrondinformatie is in principe niet eens van belang. God had een doel met u, daarom bent u er. As a matter of fact, maakt het niet uit onder welke omstandigheden u bent gekomen op deze wereld. Onder welke omstandigheden u bent voortgekomen. Hè? God wilde dat u er moest zijn, daarom bent u er. De Bijbel zegt in het boek van Jeremia hoofdstuk 1 en vers 4. Daar spreekt God. Hè? En dan zien we dat de Bijbel zegt. Jeremia, ik heb jou gekend voordat jij uit de baarmoeder van je moeder kwam. Voordat je kwam uit de schoot van je ma, van je moeder, heb ik jou gekend. Met andere woorden, Jeremia, ik kende jou voordat je eigenlijk werd gevormd in de baarmoeder. Dus voordat jij een vorm had, kende ik je reeds. Het woord kennen is het woord dat wij vinden, bent u ready hiervoor, is het woord purpose, is het woord doel. Het woord kennen is het woord purpose, doel. Zo God zegt hier Jeremia, ik heb jou gezonden, ik kende jou, ik heb je gepurposed. Voordat je in de baarmoeder van je moeder werd geweven, heb ik jou voorbestemd. Had ik reeds een doel in mind met jou. En omdat er een doel was, omdat er een purpose was, daarom heb ik jou gevormd in de baarmoeder van jouw moeder. My good God. Zo, wij komen niet op deze aarde om daarna een purpose te krijgen. Maar wij hebben een purpose reeds voordat wij gevormd werden in de baarmoeder van onze eigen moeder. Hij zegt, ik heb je gekend. Ik heb je gepurposed. Ik had een doel en een plan. En daarom heb ik jou geschapen en gemaakt. Daarom bent u er. De omstandigheden maken u uit. U klaagt over de omstandigheden. U bent geboren onder moeilijke omstandigheden. Sommige mensen zeggen van, ja maar pastor, u hebt wel mooi praten, maar what about? Ik ken mensen die voortkomen uit de reep, uit de verkrachting, what about? Dan hoe kunt u, durft u te zeggen dat die mensen een bestemming hebben? Oké. Die vraagstelling te begrijpen tot daar. Ik heb misschien geen antwoord daarop, maar ik kan u wel zeggen. Er is een Bijbelvers, dat vinden we in Deuteronomie 29, vers 29. En Deuteronomie 29, vers 29 zegt, de geopenbaarde dingen zijn voor de mensen, maar de verborgen dingen zijn voor God. Wij zullen nooit alles begrijpen en doorhebben. Wij zijn geen God. Wij zullen niet alles doorhebben. Maar één ding is een feit. Ik begrijp niet hoe dat kan gebeuren. Eén ding is wel een feit. Wat ik wel begrijp is dat God een God is van purpose. Dat die mensen er moesten zijn is een feit. Dat zij moesten komen naar deze wereld is een feit. Over de methode, de manier hoe zij naar deze wereld kwamen, daarover kunnen wij misschien discussiëren. En daarover kan ik misschien zeggen dat God het misschien niet eens is over die methode. Maar dat ze er moesten zijn, is een fact. Zo, Jeremia, ik heb je gekend voordat jij werd gevormd. Een ander schriftgedeelte zegt dat God ons kende voor de grondlegging van de aarde. My good God, dat gaat diep. Voordat er slechts een, zelfs een aarde bestond, kende God u reeds. Maar nou maakt het sens. Want als hij u heeft gekend voordat u werd gevormd, dat betekent het. God is een God van planning. Hij heeft eerst een doel. Eerst een vision en een mission. En dan pas gaat hij aan het werk. Dus voordat die aarde er was, kende hij u reeds. Had hij u reeds in zijn plan. Niemand is hier per toeval. Niemand is hier per toeongeluk.
Niemand is hier per ongeluk. U bent hier met een purpose. Met een doel. En dat doel mag u niet missen. U leeft niet hier tot in alle eeuwigheid. U bent hier voor een uitgemeten tijd, zegt de Bijbel in de Psalmen. Wij worden gezonden naar deze wereld. Met één purpose. Ik wil dat dit doordringt, zodat u kunt begrijpen wat ik zo meteen met u ga behandelen. Begrijpt u dat? Nou, als u gezonden bent met één purpose, met één doel, dan betekent het dat God wil dat u iets voor hem moet doen. Daarom bent u geboren. We zijn niet geboren en gezonden naar deze wereld om maar rond te slenteren op deze aarde. En als we geluk hebben, hebben we geluk. En als we pech hebben, hebben we pech. In Suriname hebben ze gezegd van ja, if je geboren voor een donnie, dat je de one donnie. Als je geboren bent voor een kwartje, zal je een kwartje zijn. Met andere woorden, wel, en, als je geboren bent om klein te zijn, dan zal je klein zijn en noem maar op. Weet je, je moet nou net geluk hebben en weet je wel, in het leven. Is een leugen, dank u wel, van de hel. U bent geboren met één purpose, met één specifiek plan, met één specifiek doel, met een specifieke bestemming. Daarom bent u hier. En daarom is het belangrijk dat we naar de kerk komen, want in de kerk worden wij opgebouwd, worden wij verder geprepareerd en klaargemaakt. De Bijbel zegt, Efesiërs hoofdstuk 4, de vijfvoudige bediening draagt daartoe bij, is het instrument van God om de gelovigen die met een doel en een plan van God geschapen zijn, ze klaar te maken zo snel als mogelijk, zodat ze weer uitgezonden kunnen worden om te doen waartoe zij gezonden zijn. En toch zien wij dat mensen in het leven 44 jaar, 55 jaar, de Mailand ervan erin het leven staan nog steeds op hoeken van straten, meisjes na te fluiten. Hallo, Betsy. U bent geschapen met één doel. Met één purpose. Nou, als u met een doel geschapen bent, en God wil dat u dus iets voor hem moet doen, dan als God een redelijke God is, en dat is hij, dan betekent het dat God u ook moet equippen, oftewel moet toerusten met de juiste tools om te kunnen doen waartoe hij u geroepen heeft. Klopt dat? Die tools, die equipment verschilt van persoon tot persoon, afhankelijk van de roeping, afhankelijk van de calling, afhankelijk van het doel. Amen. Amen. Nou, dat is wat de Bijbel noemt, met een mooi woord, gaven en talenten. Iedereen is geschapen met gaven en met talenten. Voor het gemak zal ik ze onder één kop brengen, ik noem ze gifts. Voor vanmorgen, zodat u het begrijpt. Oké? Okay? Een beetje Engels georiënteerd gaan we bezig zijn toch? Ik noem ze gifts. Is dat oké? Okay? Maar dan weet u waar ik naartoe refereer. Gifts. Zo om te kunnen opereren en om het doel te kunnen realiseren waartoe u geschapen bent, moest God u geven wat ze noemen gifts. Hoor mij goed. De duivel kan de gifts van God niet aanvallen. De duivel kan de gifts van God niet attacken. He can't attack it. Satan kan de gaven, de talenten, de gifts themselves, kan Satan niet attacken, niet aanvallen. Waarom? De gifts komen van God himself. Ze zijn divine. Ze zijn goddelijk. De gifts zijn perfect. Hoort u mee? De gifts zijn perfect. Satan kan daar niets mee doen. Wat hij echter wel kan doen, de gifts kan hij niet aanvallen of attacken, maar hij kan wel aanvallen de recipient, de ontvanger van die gifts.
De ontvanger van die gifts, dat zijn u en ik, mensen. So, the recipient of the gifts kan hij attacken, but not the gifts. De gaven Gods, ze zijn goddelijk en ze zijn zelfs ook onberouwelijk. Lees uw Bijbel, vanwege time gaan wij niet te diep daarop in. De gaven Gods. De gaven Gods. Zo, als de duivel de gifts niet kan beletten of belemmeren, maar hij kan wel de recipient, oftewel de ontvanger van de gifts aanvallen, dan begrijpt u nu misschien een beetje beter waarom u meemaakt wat u meemaakt. Waarom u ervaart wat u ervaart. Waarom u gaat door de dingen waar u doorheen gaat. My goodness, the moment your call, your purpose, the moment that your gift revealed is, that is het moment that all hell breaks loose and works against you. Zijn er mensen hier die weten waar ik het over heb? So the vijand weet, I can't attack the gift, but the recipient of the gift. My goodness, dat is de reden waarom u zoveel ervaart. Waarom u gaat door die strijd, waarom u gaat door die pressure, waarom u gaat door de dingen waar u doorheen gaat. Nou, hoor mij goed. Vaak geven we de duivel meer credit. En zoveel credit. Maar ik wil aan u zeggen vandaag. De duivel weet niet wat het plan van God specifiek is voor uw leven. Hoor wat ik u ga zeggen. Waarom? Het komt van God. Het is aan hem voorbehouden om het bekend te maken. Maar het moment dat het bekend wordt gemaakt aan u, is het te metterdaad ook bekend geworden in de hemelse gewesten. En daarom is de gift of prophecy zo belangrijk. Daarom is de gave van profetie zo belangrijk. Wat is profetie? Is de mind. Om het makkelijk te zeggen. We kunnen allerlei ingewikkelde dingen hier gaan stellen. Maar laat ons het gewoon makkelijk zeggen dat iedereen het begrijpt. Is letterlijk the mind of God revealed. Profetie. Het moment dat het wordt geopenbaard. Is die kennis niet alleen maar aan de persoon gegeven. Maar is het eigenlijk gereleased. En dat is het moment. Dat all hell breaks loose. Kunt u mij volgen tot op dit moment? Ziet u, de duivel kent ons beter dan wij onszelf kennen. Hij kent ons vaak beter dan wij onszelf kennen. Want wij hebben woorden van God gehad. Profetieën zijn uitgesproken over ons leven. God heeft ons dingen bekend gemaakt. God heeft ons zijn woorden, zijn plannen bekend gemaakt. Ze worden uitgesproken over ons leven. Maar het moment dat die woorden van God worden uitgesproken, is de hele hel, zit de hele hel achter ons aan. En wat zien wij gebeuren? Veelal christenen, we beseffen de diepte niet van het woord van God en het doel, het plan dat God met ons leven heeft. Veelal wanneer God tot ons spreekt en we zitten in de gemeente, en de Heer door zijn genade pikt ons uit en we krijgen of een profetisch woord of iets wordt geopenbaard. En by the way, als ik het heb over de wil van God die geopenbaard wordt, hè, profetisch woord, dan heb ik het niet alleen maar over iemand die komt en zegt, zo zegt de Heer, broeder, dit en dit en dit. God spreekt ook tot ons als individuen. We krijgen allemaal profetische woorden van de Heer. U weet niet dat het een profetisch woord is of u ziet het niet als een profetisch woord, maar het is een woord die u krijgt van God. God laat u zien, hij bevestigt aan uw hart waartoe hij u geroepen heeft.
Maar de meeste van ons, wanneer we een profetisch woord krijgen, vooral als het in het openbaar gebeurt, hebben we de tendens om wat te doen. Wel als God een woord heeft gesproken tot ons, dan zijn we blij. Iedereen heeft het gehoord, heeft zich gehoord. Ik hoop dat hij ook heeft gehoord waarop toe ik geroepen ben. Met de maatschap dat ik maar een wampchimboy. We gaan met het woord schimpen. En we gaan overal met het woord, weet je wel, inkopen doen en laten zien. Dat God heeft dit gezegd over mijn leven. En dit is wat God heeft gezegd. Maar we wandelen niet echt erin. Maar we gaan met het woord. En we wachten erop. Tot op de vervulling van dat woord. We wachten erop. We wachten op de vervulling van het woord. Sommigen van u zitten hier. Woorden hebt u gehoord. 5 jaar terug. 8 jaar terug. 10 jaar terug. Ik hoor nog steeds mensen. Ja, toen ik tot geloof kwam, heeft God duidelijk tot me gesproken. En ondertussen bent u 64 jaar. Come on, somebody. En we gebruiken het alleen maar als een bemoediging. Ik keek weer terug naar die woorden die God heeft gesproken. En het is zo leuk, het voelt zo lekker aan. Maar wandelt u erin? Want die tijdsklok van God, die gaat door. Veelal wanneer we een profetisch woord krijgen, wat doen wij? Wij gaan de benen kruisen en dan gaan wij wachten. En dan smilen wij en we zeggen amen, is een bevestiging, is leuk. En that's it. Als ik die dingen zeg, dan zeg ik het niet omdat ik u veroordeel. Want ik heb die dingen ook gedaan. Dus daarom kan ik zo hard praten. Samen met u, we hebben ons beide er schuldig aan gemaakt. Maar er gebeurt niets. En zodra er niets gebeurt, is de duivel blij. Is hij happy? Want hij weet, I can't touch the gift, but the recipient of the gift. Als ik die in een kooi gevangen kan houden. Als ik die verlamd kan houden. Als ik die genageld aan de grond kan houden. Als ik die als een bankseater, een church bankwarmer hier kan houden op zijn stoel, op zijn bench. Then we are good. Hoort u mij? Zo, die vijand is blij. Maar vanmorgen wil ik iemand aanwakkeren. En wil ik iemand laten weten dat het tijd is om op te staan. Om niet langer te wachten totdat er een bepaald moment of dat de hemel voor u geopend gaat worden. En ik weet, ik ga wat hele geheugen kapot trappen vandaag. Ik weet het, is niet erg. Ik wil u helpen. Als Jezus Christus spoedig komt, en dat geloven wij toch, we zien de ontwikkeling in de wereld. Dan moet er nu dan echt iets gaan gebeuren. Want Jezus komt voor een gemeente die is stralend, zonder vlek, zonder rimpel of iets dergelijks. Daar geloven we allemaal heilig in. En we geloven ook heilig in dat we leven in de laatste dagen. Maar één ding is verkeerd. Als hij spoedig komt, voor een gemeente stralend, zonder vlek, zonder rimpel of iets dergelijks. En we merken dat alles al in place is. En we kijken naar de gemeente. Dan klopt iets niet. De gemeente is alles behalve stralen zonder vlek of zonder rimpel of iets dergelijks. Dat betekent dat er iets nu moet gaan gebeuren. It's now or never. We zijn het of we zijn het niet. We zijn kinderen van God of we zijn geen kinderen van God. We zijn gelovigen of we zijn allemaal ongelovigen. We zijn goddelijk of we zijn ongoddelijk en goddeloos. It's either one of the two. Er moet iets gaan gebeuren. En God heeft ons gezegend als gemeente. En de gemeente is redelijk gezegend. Maar het punt is, zegen is een heel pakket. En die gemeente stralen zonder vlek, zonder rimpel. Je kan het categoriseren. Je kan het eigenlijk onderverdelen. Zijn verschillende facetten waaraan de Heer moet werken in zijn gemeente. En waaraan hij werkt. Het geestelijk aspect is niet tamelijk goed, vrij goed. Mensen in de gemeente zijn redelijk geestelijk tot geestelijk. Jawel. Redelijk geestelijk tot vrij geestelijk. Dat niveau. Toch? Gemeente van Christus. Maar er is een ander aspect dat mankeert. En dat is dat aspect waar we als gemeente een impact maken. Waar we als gemeente ons licht doen stralen en doen schijnen.
waar we als gemeente het zout van de aarde daadwerkelijk zijn. Dat aspect mis. Dat de wereld naar ons gaat opkijken. Dat het zal zijn zoals de Bijbel het zegt. Dan zullen 10 mannen toch grijpen de slip van een Judese man. En zeggen van we willen met u gaan. Want we hebben gezien dat God met u is. In Zacharia 8. Dat aspect missen we. Waarbij Jezus zegt van jongen, jij bent het licht van de wereld. Jij moet schijnen. En op een hoogte moet je het zetten. Zodat iedereen het kan zien. En ze zullen opgaan naar je licht. We missen het aspect van Jesaja 60. Volken zullen opgaan naar je licht. Koningen zullen opgaan naar jouw licht. Je stralende opgang. We missen dat aspect. Laat me je niet te lang in de spanning houden. Er zijn enkele dingen die dringend moeten gaan gebeuren. En weet u wat er moet gaan gebeuren? De gemeente moet nu actie ondernemen. Te lang zijn we als gemeente passief geweest. Passief geweest. Wachten op God. Want eeuwig wachten wij op God. Dan is God altijd laat. God, u bent laat, ik moest weer op u wachten. Nee, wacht op God. Maar eigenlijk verschuilen we alles wat we eigenlijk niet goed hebben aangepakt en dat niet goed loopt en goed gaat, verschuilen we onder het mom van we wachten op God. Zodra iets niet loopt zoals het moet lopen, het gaat niet goed, dan dweilen we het makkelijk weg met, nee, maar eigenlijk wacht ik op de Heer. U wacht niet op de Heer. God wacht op ons. God is altijd ready en klaar. Wanneer we profetische woorden ontvangen, wat doen we vaak? Dan gaan we zitten, de benen gekruist, wij wachten, ik wacht op de Heer, op de juiste timing, amen, prijs God. Maar het wordt tijd dat wij actie gaan ondernemen. Sommige profetische woorden zullen nooit in vervulling gaan. Nooit als u geen actie onderneemt. Ja, maar wat zegt u? Want. Een profetisch woord, God spreekt toch, dan is hij ook verantwoordelijk om het woord in vervulling te brengen. Stop. We hebben altijd die vrome antwoorden klaar. Maar ik lees in mijn Bijbel van Jezus Christus die ons grootste voorbeeld is geweest. Daarom kwam hij naar deze aarde toch? Om ons tot voorbeeld te zijn. De Bijbel zegt van Jezus Christus dat hij verschillende dingen deed. Hij liet zich dopen. Hij ging naar zelf bepaalde plaatsen. En dan zegt de Bijbel, opdat het schriftwoord in vervulling kon gaan. Zolang u bepaalde dingen niet doet, gaat er niets gebeuren. U moet actie ondernemen. U moet opstaan van die hoge drogen. En actie ondernemen. Dingen doen. De Bijbel zei, Jezus ging naar een bepaalde stad, bam, opdat het schriftwoord in vervulling kon. Zo vaak lezen wij dat er dingen gedaan moesten worden, alvorens het schriftwoord in vervulling kon gaan. Toen Johannes de Doper bijna weigerde om Jezus te dopen, zegt Jezus, laat mij geworden. Opdat gerechtigheid vervuld kan worden. Er zijn dingen die u moet doen. Als God heeft gesproken. Met het uitspreken van een profetisch woord. Wordt de metterdaad. Hoor mij goed. De verantwoordelijkheid bij u geplaatst. Niet voor niemand dat zeggen ze kennis maakt macht. En ze zeggen ook wel eens wat niet weet dat niet deert. Maar als u weet, dan bent u te met de daad verantwoordelijk voor de dingen die u weet. Daarom wanneer God mensen zal oordelen, zal hij ze oordelen op basis van wat ze weten. Niet iedereen wordt op dezelfde level geoordeeld en veroordeeld. We worden geoordeeld op basis van wat wij weten en waar wij staan en waar wij zijn. Daarom zegt de Bijbel, wie veel is gegeven, zal ook veel moeten verantwoorden. Maar wie weinig is gegeven, hoeft maar weinig te verantwoorden. Dus sorry dat u hier bent vandaag. Vanaf vandaag weet u het. U kunt niet langer schuilen. Come on somebody, geef een prijs. Ik heb u verteld vorige keer. Dat, en mijn vrouw heeft het zelf gezegd. U ziet het aan ons kippie me beskippie. Ze heeft het zelf gezegd vandaag. En dat is een feit. Ik ken haar. Mijn vrouw is vrijmoedig. Vrijmoedigheid betekent moedig zijn. Vrij zijn. En moedig zijn. Het zijn twee woorden.
Weet u, wanneer het gaat om uw profetie, wanneer het gaat om uw roeping, wanneer het gaat om uw calling, behoort u vrij en moedig te zijn. Zolang u niet vrij en moedig bent en dingen doet, you need, my goodness, you must dare. De Bijbel zegt, het koninkrijk van God breekt baan met geweld. En geweldenaar schrijpen daarna. Ik kan niet helpen, maar het borrelt in mijn spirit. Actie ondernemen. Wij moeten dingen doen. Wij moeten actief gaan worden. We moeten gezien worden als gemeente. We zijn het licht en het zout van deze wereld. We moeten uitstappen en uitbreken. En wachten op het juiste geschikte moment. Totdat God de hemel voor ons opent. De hemel is al lang geopend. En als u vindt dat de hemel niet geopend is. De Bijbel zegt de hemel is de hemel van de Heer. De aarde heeft aan de mensen kinderen gegeven. Wel, spreek dan totdat dingen voor u gaan werken. Spreek dan tot die situatie. Als u vindt het is niet de tijd. Dan keer het getij en laat het de tijd zijn. In de naam van de hemelen. Niet zo makkelijk de schuld schuiven op een situatie. Is nog niet de tijd. Of is het is eigenlijk, pastor, houd me op. Want allang willen. Hoe kan een mens u ophouden? Hoe kan iemand u ophouden? Is een goedkope. Amen. Ik zeg amen. This is our time. God heeft ons geroepen. We zijn allemaal geroepen, niemand uitgezonderd. En ik wil u eraan herinneren, die klok tikt, man. We hebben niet veel tijd meer. Sommigen van u hebben al zoveel tijd verloren. Oké, tot daaraan toe. Maar maak een nieuw begin, start. En maak een nieuwe start en begin. Niet vandaag, begin nu. Laat ons Jezus nemen als voorbeeld. Hij is ons beste voorbeeld. We laten ons zo makkelijk uit het veld slaan. Zo makkelijk ontmoedigen. Ja, ik heb hem al een keer gevraagd, maar ja, ik laat het hoor, laat dat ding maar. Laat dat ding maar. Jouw purpose, je leven, je calling, je roeping is at stake. Ga met mensen praten die je kunnen helpen. Noem maar op, doe iets, onderneem iets. Bed, breng het in gebed, maar daarna kijk ook om je heen. Met wie moet u gaan praten? Met wie moet u in contact komen? Wie moet u opbellen? Ga in het telefoonboek bladeren. Kijk naar dingen, man, die in uw richting passen. Dingen die u kunnen helpen. Begin uzelf te plaatsen in de start blokken, do something, do something, do something, onderneem iets. No man, op elk vlak, u bent zelf verantwoordelijk voor de successen in uw eigen leven. U kunt niets en niemand de schuld geven van uw falen. The devil is a liar. Zelf verantwoordelijk. Voor de vooruitgang. En onthoud, succes is niet per toeval. We hebben het voorrecht gehad. Ik zei u, vroeger, ik heb het vorige keer gezegd, vroeger waren wij een beetje geïntimideerd. Ik in elk geval geïntimideerd. En ik ben de Heer dankbaar voor deze vrouw natuurlijk. Ik had altijd zoiets van, ja, mee, ik ben geroepen voor de geestelijke dingen, schat. Ik zie dat jij vrij vlot bent en vrijmoedig. Ik geloof dat de Heer jou wil gebruiken. Jij zal helpen om het geld binnen te brengen in het huis. Businesswomen, ja man, die invloed die je hebt, goed zo. Maar ik ben geen businessperson. Totdat ze me een keer aankijkt, ze bestrafte me, ze zegt, zeg het nooit meer. I was like, oké, okay. Jawel. We moeten de Heer danken voor die vrouwen die naast ons zijn, Tom. Soms we even een tak de tak om te voeren, maar we moeten de Heer danken daarvoor. Vandaag aan de dag, niet zo lang terug, 4 tot 6 weken terug, hadden we het voorrecht om met Robert Kiyosaki, multimiljonair, te zijn. Om hem te ontmoeten, Robert Kiyosaki, live te ontmoeten, met hem te zijn. Check my FB profile, yeah. Jawel. Uw denken gaat bepalen waar u terechtkomt en waar u niet terechtkomt. Vroeger, never nooit. U kent hem wel toch, Robert Kiyosaki? Schrijver van het zo bekende boek Rich Dad, Poor Dad. Jawel. Goede vriend van die grappenmaker Donald Trump. Jawel. Work your way, work your way, work your way. Work your way to your destiny. Wacht niet tot opportunities komen op uw pad. Wat is dat? U wacht.
Omdat u zo lang wacht aan met uw dingen vandoor. Dan komt u elke keer voor counseling. Klaag hoe, ja, ik had eigenlijk het moeten zijn, maar ja, de pastor heeft anders besloten. En ja, ik weet het niet hoor, ik moet bidden voor die kerk, want ze zien niet. Ze zien niet. U wacht op mensen om u te komen bevestigen. Terwijl de Bijbel zegt dat de approvement komt van God. Promotion komt van God. Doorbraken komen van God. U geeft uw baas de schuld aan het werk dat hij u geen promotie wil geven. Alsof uw destiny en uw voorspoed afhankelijk is van uw baas die u op dit moment toevallig hebt. U bent hem gaan opzoeken. Maar wie zegt dat u met hem de rest van uw leven verder in zee moet gaan? Dat is die mensen die hier vinden de kistontje. Voor de rest van hun leven willen ze daarna vasthouden en nooit meer loslaten. U bepaalt dat voor uzelf. U vindt, bij maar hier vind ik veilig. Veilig in Jezus' armen. Dit is veilig in Stontjes armen. En nogmaals, ik haal. U kent me. Laat me direct die balans brengen. Want ik wil niet dat u moet gaan denken. Hallo, pastor is erg ongevoelig. En dit soort dingen moet u niet zeggen hier. Want u weet niet wat de mensen meemaken. Nee. Ik veracht u niet. Ik kijk niet neer op uw omstandigheden en situatie. We waren allemaal ook daar ergens in ons leven. Dat we ergens moesten beginnen afhankelijk. Waren iedereen, niemand uitgezonderd. Maar het punt is, u moet niet daar blijven. Oké, dat u daar bent, geen probleem. Geen probleem. En ik veroordeel u niet, want we zijn allemaal op verschillende levels. Op verschillende levels van die maatschappelijke ladder. Oké? Dat begrijp ik, dat besef ik. Maar niemand blijft op diezelfde plaats en tree. Als ik na 2 jaar terugkom, dan mag u niet op diezelfde tree zijn. Come on, dan is er wel iets verkeerd. Dan heb ik wel het recht om je volgende keer te zeggen, nee, ik is schuld. No man, ons succes is never, onthoud dit goed als u alles vergeten bent. Uw succes is nooit. En never afhankelijk van mensen. Ze hebben me altijd gezegd, in Nederland worden gemeentes nooit groter dan 7500 mensen. Kijk wat u hier hebt. Kijk wat u hier hebt. Omdat uw pastor weigert zich over te geven aan die mindset. Aan die gedachte. En dit is het begin. Ik geloof het niet toch. Want u denkt, maar hiermee moeten we al dik en dubbel tevreden zijn. Dus maar ik zeg het nog een keer, dit is maar het begin. Ze zeggen, the sky is the limit, toch? U bepaalt zelf die limit. U bepaalt de limit. Oh God, help ons. Laat ons teruggaan naar onze tekst. Laat ons teruggaan naar onze tekst. Laat ons gaan naar de tekst. Kijk naar Jezus Christus. Sommige mensen zeggen, die broeder praat zoveel, maar what about? Kijk naar Jezus, laat me u brengen naar Jezus, ons beste voorbeeld. Jezus Christus is ons beste voorbeeld. De Bijbel zegt hier aan Jezus iets bijzonders. Of de Bijbel vertelt over Jezus Christus iets bijzonders. De Bijbel zegt, de 12-jarige Jezus, ja, toen hij 12 was, was hij in de tempel. Ken het verhaal? De ouders moesten zich gaan inschrijven. Was het in de stad Nazareth, dacht ik. En ze namen Jezus mee op die trip. Ze moesten zich gaan registreren. En op een gegeven moment zochten ze naar hun zoon Jezus. En Jezus was nergens te vinden. En de Bijbel zegt dat Maria en Jozef 2 dagreizen terug moesten wandelen. En toen ontdekten ze dat hun zoon Jezus was in de tempel. Dus natuurlijk, de Bijbel op je zo. Maar tegelijkertijd waren ze ook wel blij, want ze zagen hun zoon. En ze zeiden verontwaardigd tegen Jezus, Jezus, waar was je al die tijd, man? Je vader en ik zochten naar je, we hebben naar je gezocht. Man. Maar Jezus zat daar met de schriftgeleerden. Hij zat daar met de kenners van het woord. En Jezus, natuurlijk gehoorzaam, ging met ze mee, maar hij keek ze aan en hij zei, wist jij niet dat ik bezig moest zijn met de dingen van mijn vader? Wist jij dat niet? En de Bijbel zegt, toen Maria dat hoorde, als krikkie. En ze borg deze woorden op in haar hart. Ze bewaarde deze woorden in haar hart. En daarna ging Jezus met zijn ouders mee. Laat mij u brengen naar onze tekst. Laat mij u brengen naar onze tekst. Mag ik de tekst weer op? 1 Timotheus 1 vers 18. Kijk wat de Bijbel zegt. 1 Timotheus 1 vers 18. Deze opdracht vertrouw ik u toe. Mijn kind Timotheus,
overeenkomstig de profetieën die vroeger aangaande u zijn uitgesproken. Ah, hou het op, hou het op, blijf dat zo ophouden. Kijkt u naar Heer. Onze Bijbel praat over deze opdracht. Het is een vrij sterk woord. Ik hou van die Engelse vertaling. Zegt het ook erg strong. De Engelse vertaling zegt: "This charge I commit unto thee, son Timothy." Deze opdracht, dit bevel, een opdracht die is, ik commandeer je. This charge I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee. Wat wordt hier verteld? Wat wordt hier verteld? Paulus stond bekend als een zachtmoedig mens. Een zachtmoedige man. Paulus koos altijd zijn woorden uit. Op een bepaald moment toen de mensen dachten, ach, Paulus is zodanig, was Paulus zachtmoedig, dat de mensen dachten, deze man is een slappeling, man. Toen dat Paulus zelf een keertje moest zeggen tegen ze, hé, het kan ook wel anders hoor. Ik kan ook wel met de roede tot jullie komen. Want ze hadden die zijde van Paulus nog niet gezien. Dus Paulus moest het eraan herinneren van, denk niet omdat niet is zo, dat weet je wel, het kan ook anders. Maar dus dat laat zien, hij was een zachtmoedig mens. Hij koos zijn woorden uit. Maar hier spreekt hij tot zijn geestelijke zoon, Timotheus. En hij zegt tegen Timotheus, Timotheus, deze opdracht, Paulus gebruikt strong, sterke taal, strong language to express himself. Hij spreekt hier duidelijk en hij wil dat hij niet wordt misonderstood hier door Timotheus. Hij zegt, hey, ik vraag je niet. I charge you. Ik gebied je. Ik commandeer je. Timotheus, ik gebied je. Dat je overeenkomstig de profetie welke vroeger over is zijn uitgesproken. Man, Timotheus, ik wil dat je recht naar die woorden die zijn uitgesproken over je leven. En ik wil, Timotheus, dat jij ervoor zorgt. Hoe je doet is punt 2. Ik wil dat je ervoor zorgt dat jij die woorden gaat waarmaken. Dat je het gaat doen uitkomen. Man, I command you. I charge you. Is een opdracht. Zorg ervoor dat je je calling en je roeping vervult. Zorg ervoor, Timotheus. Hoor mij goed, Timotheus. Mijn zoon Timotheus, als er een boodschap is die ik je kan meegeven, zorg ervoor. Koste wat het kost. Maak ervan. Laten die woorden uitkomen. Maak ze waar. Omdat sommigen, dit ding wat ik jou zeg, Timotheus, aan een kant hebben geschoven. Daarom heeft een geloof schipbreuk geleden. Wanneer het gaat om je roeping. Wanneer het gaat om je calling. Wanneer het gaat om je purpose. Ik heb nog 5 minuten. Wanneer het gaat om de bestemming van je leven. Wanneer het gaat om the very reason why you are born. Neem dit serieus. Zorg ervoor dat je dit doet uitkomen. Jezus, hoor mij. Jezus Christus Himself. Met nog een week te gaan. Op weg naar Jeruzalem. Liep Jezus met zijn discipelen. Naar de stad Jeruzalem. Hij was gefocust. Hij wist dat hij zich moest laten kruisigen. Zo ze gingen naar Jeruzalem. En op weg naar Jeruzalem vertelde Jezus, hij maakte zijn discipelen klaar. Hij bereidde ze voor op wat komen zou. Hij bereidde ze voor op wat hij zou doen. En hij zei tegen ze, de zoon des mensen moet veel lijden. Hij bereidde ze voor en hij zegt, zo erg nu, dat ik nu op het punt sta om gekruisigd en gemarteld te worden te Jeruzalem. En de zoon des mensen is er ready voor. En terwijl hij zijn discipelen klaarmaakte voor wat er zou gebeuren, toen, met heel goed bedoeld, sprong een van zijn discipelen voor hem en zei, meester, Jezus, wat zegt u? Zowaar ik, Petrus, leef, zal dat niet gebeuren. Ik zal ervoor zorgen, niemand zal de hand aan u slaan. Goed bedoeld, niemand zal de hand aan u slaan. Kijk, lieve Jezus hier zo in actie. Kijk, onze dierbare Jezus hier in actie. Kijk, onze precious Jezus hier in actie. De Bijbel zegt, Jezus,
keerde zich om. Keek Petrus scherp aan. En ik kan u garanderen, het was een look en een blik die Petrus niet kende bij de Heer Jezus. In al die 3,5 jaar dat hij met de Heer wandelde, had hij dit nooit eerder gezien. My goodness, eens hakte hij het oor af van een andere persoon. Jezus was zelf niet eens zo verontwaardig. Hij nam het en hij plakte het alle liefde terug. Maar ditmaal, dit keertje, my goodness, kreeg Petrus een look die hij niet herkende van de meester. Want de meester keek hem scherp aan en sprak niet tot hem, maar bestrafte hem. En zei, gaat weg achter mij, Satan. Want gij zijt niet bedacht op de dingen Gods. Maar op die der mensen, man, wanneer het gaat om je purpose, wanneer het gaat om je calling, dan maakt het niet uit. Als dat is je vader of je moeder die in de weg staat, het maakt niet uit. Als het uw vrienden zijn, uw kennissen, uw collega's, het mag uw beste vriend zijn. Wanneer het gaat om de calling, the reason why you were born, en als... Alles en iedereen die een steen in de weg is, die wil belemmeren en beletten om je calling, je roeping te bereiken. Jezus zegt, gaat weg achter mij, Satan. Sommigen van u, the reason why you can prosper, why you can move forward. De reden waarom u hier vooruit kan kunnen boeken. De reden waarom u ergens stagneert. Man, u leeft nog steeds te veel naar de wil van mensen. Sommigen van u. De vrienden die u om u heen hebt. De mensen die u laat beïnvloeden. De mensen die u tot uw adviseurs hebt gemaakt in uw leven. Zijn dezelfde mensen die verantwoordelijk zijn voor het feit dat u niet kunt stappen, kunt wandelen en kunt lopen in uw calling en uw roeping van de Heer. Maar Jezus zeide, hij keek hem scherp aan en zei, gaat weg achter mij, Satan. Deze morgen, in de naam van Jezus, ik kom op tegen elke macht, kracht. Ik kom op tegen elke invloed van de hel. My goodness, ik kom op tegen elke situatie. Ik kom op tegen elk woord dat is uitgesproken tegen u. Uw roeping, uw calling, alles dat u een steen in de weg is. Alles dat u probeert tegen te houden. Alles dat u probeert te laten stoppen. In Jezus naam. We cancel it. We break it. We cast it down. Come on. Neem twee minuten voor uzelf. Spreek tegen die machten. Spreek tegen die invloeden. Spreek tegen die boze geesten. Come on. Come on. This is the battle for your life. Hey! Come on! Elke schans die wordt opgeworpen. Elk ding dat tegen... De Bijbel zegt... No weapon formed against you shall prosper. No weapon formed against you shall prosper.
I come against every weapon. I come against elk wapen dat op dit moment tegen u gevormd is. Ik kom op tegen elke vorm van aanval. Ik kom op tegen elk systeem dat tegen u werkt. Elk ding dat tegen u staat. Tegen u. Uw purpose. Uw roeping. Uw calling. We cast it down. We cancelen het. We aborteren de plannen van Satan. We zetten een expiry date op de plannen van Satan. In Jezus naam. I call forth your ministry. Ik roep voort uw calling. Uw calling. Ik roep voort uw roeping. Ik roep voort uw bediening. In Jezus naam. Be great. You will rise up. You will rise up. Everything you touch is blessed. Everything you undertake will prosper. Everything you do will succeed. And everywhere you place your feet, you will have the victory. Come on, give a praise. Ik heb niet veel tijd nodig. 30 seconden wil ik dat u iemand vasthoudt. Houd 30 seconden iemand vast. We're gonna speak destiny into this ministry. We gaan destiny uitspreken over deze church. Over deze bediening. Wat God gestart is, kan niemand stoppen. Wanneer God opent, kan niemand sluiten. Wanneer hij sluit, kan niemand openen. Als God voor u is, wie kan tegen u zijn? So right now, we speak against the enemies and the adversary of this church, of this ministry. Wij komen op tegen de vijanden in de spirit van deze bediening. Wij komen op tegen vijanden van de rots. Wij komen op tegen de kwaadwilligen van de rots. Wij bidden dat, mijn God, Heer, laten de vijanden struikelen over die rots. In Jezus' naam, ik bid, mijn God. Elk plan dat op dit moment in werking is tegen deze gemeente, tegen deze bediening, tegen deze church, tegen de bedieningen in dit huis. In Jezus' naam, wij zeggen stop, wij zeggen be cancelled, wij cancelen ze. Alle processen die reeds in werking zijn en die werken tegen deze gemeente, tegen de bedieningen, leggen wij een stop-up verbod. We stoppen ze. We cancelen ze. We aborteren ze. In Jezus' naam. And we say, the rotsgemeente shall only go up and never go down. Yes. The rotsgemeente shall be the head and never to be the tail. Yes. The rotsgemeente will be an example and will be the salt of the earth. Will be the light for Amsterdam in Jesus' mighty name. Money will come to this ministry. Money will come to this church. Financial means and methods will come to this ministry and this church in Jesus' mighty name. You are blessed. I call you blessed. I call you blessed. I call you blessed. I call you blessed, 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 and highly favored in Jesus' mighty name. Hallelujah, 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 hallelujah. Voordat u gaat zitten, ga naar 5 mensen, geef ze een high five en wijs uw vinger in uw gezicht. Zeg dan, you are blessed and highly favored. Amen.
En tot de gemeente zeg ik amen. Mijn missie is volbracht. Ik salueer, ik groet. Apostel. Bent u gezegend? Pastor Erik, bedankt. Weet u, ik hou van die boodschap. Als je van iets houdt en je wil het uitdrukken, en je weet niet hoe je het moet uitdrukken, dan zeg je, I love it, I love it, I love it, I love it. Ik hou van die boodschap, want als u uw bestemming bereikt, heb ik mijn bestemming bereikt. Als u uw bestemming bereikt, heb ik mijn bestemming bereikt. We hebben het over transforming followers into leaders. Er is veel dat God wil hebben dat we moeten gaan doen. Als het niet gebeurt, ik denk als ik bij God kom, gaat hij zeggen, je hebt gefaald. Dus ik hou van die boodschap, we gaan ervoor. We bedoelen te bereiken. Amen. Pastor Erik, u hebt het gemerkt. Het was gezegend. Amen. Laten we gaan staan en afsluiten. Vader, we danken u, Vader, dat u ons vandaag geleerd hebt, dat u ons opdrachten hebt toevertrouwd. We zijn gekomen op deze wereld met een opdracht die wij moeten volbrengen. En we danken u, Vader, dat u ons vandaag, Vader, weer vrijzet. En dat we niet geen macht ons kan binden, geen kracht ons kan binden, maar dat we doelen gaan bereiken. Als gemeente willen we doelen bereiken, individueel willen we doelen bereiken, in ons huis, op ons werk. En ik bid u, Vader, dat we de doelen ook gaan bereiken. Eigenlijk, Vader, we danken u. En dat we nu mogen opstaan, zoals ik net heb, u houdt niet van suffers, u houdt van mensen, Vader, die op hun doel afgaan. En we danken u daarvoor. We bidden u ook, Vader, voor uw zoon die het woord gebracht heeft en zijn vrouw. Vader, dat uw zegen op hun leven zal toenemen, meer zal worden. En dat, Vader, dat u, Vader, een bijzondere zegen over ze vrijzet, dat ze kunnen zeggen, waar ik ook ben, waar ik mijn voet zet, geef God me. Omdat ik gezegend ben. Er is een woord in hun mond. En ik dank u dat ze het mogen vrijzetten. En dat uw zegen op het woord zal zijn. En ik bid u, Vader, dat de gemeente die het woord ontvangen heeft vandaag, ermee aan de slag gaat. En zoals ik gebeden heb, Vader, geen sufferts, geen bobo's, maar mensen die aan het werk gaan en doelen bereiken. Als gemeente willen we doelen bereiken. En we danken u, Vader, dat we mogen uitstappen en de doelen bereiken. In Jezus' naam. Volk van God, ontvang de zegen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn hemelse vrede. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon en in de naam van de Heilige Geest. Wees gezegend in Jezus' naam. Amen.